Dit is weer NAC TV bij Breda Nu vanaf de Rabo G-dag 2016 vanuit het Radvlechtstadion hier in Breda. Trouwens, als je van doelpunten houdt, ja, was vroeger trouwens al zo. Elinkwijk, Feyenoord, MVV tegen Ajax, de Volendijkers PSV en in dit rijtje past zeker FC Den Bosch, NAC Breda. Stand for number 3, take 3, number 17, is Kumar.
38e minuut, 4-3, Schuurtjes. Stand 3-6 en die komt helaas op naam van onze keeper Kees Heemskerk. Goed, beste mensen, dit was het voor vanavond. Het was een uur, was ik heel leuk en toen kwam de klant erin, helaas. 3-6, overwinning voor NAC. Felicitaties gaan uit naar NAC. En wat ik zeker ook nog even kwijt wil is een woord van dank. Met name ook aan de supporters van NAC die zich vandaag voorbeeldig hebben opgesteld hier in de Vliet op deze bijzondere avond. Warm applaus voor jullie. Dankjewel. Sjoerdas, ja, 3 doelpunten eigenlijk. Een assist. Lijkt me een lekkere avond. Ja, nee, als je spits zijn 3 goals en 2 assists kunt hebben op één avond, dan mag je wel redelijk tevreden zijn, denk je. Ja, zeg dat wel, ja. Dus, ja, ik denk dat er in principe dat er niet heel veel aan de hand was. En ja, je geeft eigenlijk, het ging eigenlijk echt op en neer op een gegeven moment. Het was in principe niet echt dat we heel veel kansen weggaven, maar gewoon 2 keer uit de corner. Ja, dat is dan eigenlijk wel... ja, zonde eigenlijk. Dat is niet nodig. Dat zijn stilstaande situaties waar je gewoon, vooral 2 keer op dezelfde manier, dat moet niet kunnen. Alleen, we vechten ons goed terug, denk ik, elke keer. Dus dat is wel positief. Ja, want jullie tonen vandaag wel goed veerkracht. Jullie komen 1-0 achter en 2-1 achter. Het wordt ook nog eens 3-3. Maar toch blijven jullie de hele tijd toch doorgaan om te scoren. Ja, maar ik denk dat dat ook wel stappen zijn die we als team maken. Dan een bepaalde volwassenheid is, zoals ze dat dan noemen. Ja, we hebben het eerder dit seizoen ook wel eens laten zien dat we bij een achterstand gekke dingen gingen doen en andere dingen die we eigenlijk zouden moeten doen. Maar vandaag hebben we gewoon vastgehouden aan ons plan en gedaan wat we moesten doen. En dan zie je ook dat je uiteindelijk veerkracht toont en goed terugkomt. Want zien jullie nou deze laatste 7 wedstrijden, ja nou nog 6 dan, als inspeelwedstrijden voor de na-competitie? Inspeelwedstrijden moeten wel gewonnen worden natuurlijk. Het is niet zo dat we maar moeten gaan proberen hoe wat. Die wedstrijden moeten wel gewonnen worden en daar moeten we gewoon met z'n allen alles aan doen. En natuurlijk, die na-competitie die wordt heel belangrijk voor ons. Ja, dan moet het gebeuren. Ja, want we horen Kevin van Diem de laatste weken heel vaak roepen dat jullie in een flow moeten gaan komen. En vanuit die flow dan de na-competitie in moeten gaan. Is hij de enige die met die flow komt? Is dat zijn ideetje of is dat iets wat in heel de groep leeft? Nee, ja, een flow, ja. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we gewoon nu... We zijn natuurlijk overgestapt op 4-4-2. Net even wat anders. En daarin moeten we gewoon heel sterk worden met z'n allen. En dat gaat soms een beetje met ups en downs. Maar ja, ik denk dat we wel... een team voor hebben en een flow, zullen we het maar zo noemen dan. Vindt dat wel vertrouwd voor het 4-4-2 systeem? Ja, je merkt wel dat het steeds beter gaat. Iedereen weet wat meer wat we van elkaar moeten verwachten. We trainen daar door de week ook heel erg veel op.
veel op vaste patronen en zo. Nou ja, goed, en dat is wel mooi als je dat in de wedstrijd op een gegeven moment terug ziet komen. Ja, want Kevin van Diemen heeft het steeds over een bepaalde flow waar jullie in moeten gaan komen. Heb je het gevoel dat dat er al aan zit te komen? Nou ja, het is ook nog een paar wedstrijden, volgens mij 6 na competitie. Maar nou ja, dan heb ik gezegd, het begin is goed sinds we overgestapt zijn op het nieuwe systeem. En nou moeten we het systeem steeds beter gaan beheersen. En ook in defensief opzicht en in de omschakeling waar we vorige week nog wel eens veel moeite mee hadden. En daar moeten we ook nog stappen in maken. Maar ja, goed, ik denk dat we dit gewoon door moeten zetten, met z'n allen hard moeten blijven werken. En ja, volledig die focus op die nakompetitie gaan leggen. En dan moeten we daar maar gaan knallen. Anthony Leurling, je bent uit het zicht voor ons, maar nog lang niet uit het hart. Wat vind je ervan, van al die Breda's interesse nog steeds? Ja, leuk. Ik heb er ook bijna 10 jaar gelopen, dus ja, dat streelt je nog wel natuurlijk. En zie je dan de supporters vanavond die er zijn je naam ook weer zingen, ja, dan zit je wel met een apart gevoel op de tribune. Ja, want je hebt eerder vandaag geroepen bij Omroep Brabant dat je moet kiezen tussen twee kinderen als het om Den Bosch of Breda gaat. Ja. Welk kind is het vanavond geworden? Nee. Ik heb thuis ook 2 kinderen. Daar kan ik ook niet tussen kiezen wie de liefste is of de leukste. De een is af en toe een keer wat liever dan de ander. Ik was 3 toen ik hier voor het eerst met mijn opa ging kijken. En ik heb hier de hele jeugdopleiding doorlopen. Eigenlijk hier alles te danken dat ik betaald voetbal geworden ben. Ja, en bij NAC heb ik mijn mooiste tijd gehad. 8 jaar, 7 jaar aan een stuk. Een jaar weg geweest en een jaar daarvoor nog gespeeld. Ja, het is balen dat we eigenlijk allebei vrijdag spelen. Want anders zou ik op vrijdag hier zijn en op zaterdag in Breda. Dus we hopen maar dat volgend jaar gebeurt. Je bent sowieso altijd welkom, dat kan ik je wel vertellen. En bier staat er ook nog voor je klaar, dat is ook mooi. Maar je wordt nog vaak genoemd op onze website. Vooral om jouw inzet die je altijd toont in het spel. En dat missen de supporters op onze site. Gezien de reacties, missen ze de leerlingmentaliteit. Nou, ik zie daar een heel mooi bordje. Kwaliteit is gewenst, inzet wordt geëist, betreden op eigen risico. Ja. Heb je dat aangeleerd met Den Bosch, die inzet? Nee, ik vind dat het daar altijd mee begint. Ik hoorde laatste van de week op interview iemand zeggen van ja, hij heeft vandaag hard gewerkt. Dan denk ik van ja, voor mij moet het daarmee beginnen. Voetballen kunnen we allemaal, anders speel je geen betaald voetbal, denk ik. Maar ja, een wedstrijd begint met inzet. En als je dat hebt, hard werkt, dan groei je in een wedstrijd normaal. En dan moet je voetballende kwaliteiten naar boven komen. En als het voetballende keer niet lukt, want dat kan, we zijn ook mensen, dan heb je in ieder geval wel je inzet. En dat is altijd mijn insteek van een wedstrijd geweest. En ik heb ook echt wel wedstrijden erbij gehad die niet om aan te zien waren. Maar ja, dan werkt hij wel tenminste. En dat vind ik de basis. En dat is altijd mijn motto geweest, zeg maar, in het voetbal. Erwin van Bergen, Moerse Boys, waar komt dat vandaan? Uit Zindert. Welke plaats speel je in jouw team? De verdediger. En wie is de beste verdediger bij NAC? Even nadenken. Je hebt net gezegd, maar ik kan me niet onthouden. Kevin van Diermen? Kevin Diermen, ja. Nou hebben jullie wel een hele goede coach. Wie is dat? Weet ik weer. Gradame, ja. Doet het goed, hè, of niet? Heel goed, ja. Met hoeveel ga je winnen vandaag, weet je het al? Met 5-0. Okay, nou, zullen we dat gelijk bevestigen op de kamer, 5-0? Ja. Oké. Succes. Oké. Doei. Kunnen jullie even juichen, jongens? Hey, jullie gaan winnen, hè, toch? Ja! Bij mij Eumer Sari, welke ploeg speel je eigenlijk? Ik speel bij JK. Jij bent toch de Van Persie van JK? Nee, doe maar liever de Snijder. Dus toch Kalle uit de Chirij? Ja, zeker. Dat is mijn favoriete club. Weet je trouwens dat ook NAC een hele goede Turkse speler hebt? Ja, ik ben wel van de hoogte, ja. Wie is dat dan? Enos Unsal.
Goeie voetballer trouwens, hè? Ja, dat is ook mijn favoriete speler. Wat gaan jullie vandaag spelen? Jij staat op het middenveld? Ja, ik sta nog altijd op mijn eigen positie. Jullie gaan, jou kennende, jullie gaan voor de winst vandaag? Ja, dat is altijd bij ons. We gaan altijd voor de eerste plaats. Nou, succes vanmiddag, hè? Nou, bedankt. Jij ook bedankt, hè? Ga je goed, jongen. Bedankt. Bij mij Niels. Wie staat er nou naast je? Jelle Rodaar. En hij is? Hij is doe maar van Nacht Breda. Nee. Hij is mijn beste vriend, moet je zeggen. Oh ja, dat is mijn beste vriend. Ja. Maar Niels, jij bent toch ook keeper? Ja. Maar wat is nou het verschil? Hoeveel ballen heb jij doorgelaten en hoeveel heeft hij er al doorgelaten, Jelle? Niet zoveel. En hoeveel heb jij er doorgelaten dan? Ik weet niet. Of twee of drie. Jij telt ze nooit. Dat doet Jelle wel als je een doelpunt doorlaat, hoor. Ja. Ik weet het ook niet, hoor. Dat weet ik. Nee, maar het is wel een van jouw betere idolen, hè? Ja. Nog steeds. Gaat NAC promoveren naar de Eredivisie? Tuurlijk. Voor mij mag je. Ja, zo is dat. Verdient hij wel, hè? Ja. Niels en Jelle. Topduo. Tuurlijk. Oké. Okay. Hey, succes vanmiddag, jongen. Ja, hoor. Hey, bedankt, hè. Graag gedaan. Keurig, jongen. Zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. De wereld zal nog niet vergaan. Ja, dit was de impressie van NAC G-dag. Georganiseerd door de Rabobank en NAC Breda. En er moet ook gezegd worden, een uitstekende medewerking van de spelers van NAC. Doet me goed om dat te zien. En ook het plezier dat die mensen hebben gehad vandaag. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Aankomend weekend geen voetbal in verband met interlandverplichtingen. Maar ja, ik zie jullie graag volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.